weer. Maar het regent voor het eerst niet. Het dus regent het is vrij positief. Ja. Dus, we hopen dat er misschien ook vragen komen. En dan willen jullie natuurlijk weten wie de lijsttrekker van de dag is. En dat is Tunahan Kuzu van de beweging DENK. Welkom hier bij ons. Dank jullie wel. Vanochtend was u al bij NOS Radio 1. Klopt. Hoe was het daar? Het was een prima gesprek. Wat was het meest opvallende uit het gesprek? Krijgen we heel vaak dezelfde vragen. Ik denk dat we straks ook wel een hele rit zullen doorlopen aan die vragen. Dat zien we al wel aan wat er binnenkomt. Hè? Zeker. Ja. Het is ook goed om duidelijkheid en uitleg te geven over hetgene waar je voor staat. Het was eigenlijk ook voor het eerst dat we vragen kregen over bereikbaarheid, openbaar vervoer en over wegen. Vond ik ook wel interessant. Ja, want daar kwam bijvoorbeeld uit naar voren dat DENK de tweetaktbrommers wil gaan verbieden. Ja. Maar dat zijn gewoon scooters. Nee, en ik heb het dus net ook heel snel even opgezocht. Het gaat om de meest vervuilende scooters. Het gaat om scooters die ervoor zorgen dat het milieu wordt vervuild. En als je gaat kijken naar de huidige modellen scooters, dan zijn het viertaktmotoren. Oké, want u zou de scooters niet willen gaan verbieden? Nee, zeker niet. Want daar houdt u aanhang van? Of hoe ik denk dat heel veel jongeren, maar ook heel veel mensen die naar hun werk gaan gebruik maken van de scooter. Dus het is niet de bedoeling om de scooters te verbieden. Het gaat om de vervuilende scooter. Maar DENK is dus wel een milieubewuste partij. Ja, een van onze 10 hoofdstukken gaat over duurzaamheid. Ja. Absoluut. Ik ben benieuwd of de vragen daar ook over gaan, Vincent. Tot nu toe nog niet heel erg. Ik denk dat het ook nog goed is om even de oproep te doen. Hè. We staan hier nog het aankomend half uur. Dus stel vooral vragen hier onder ons. We doen het weer synchroon. Ja. Gisteravond hebben we ook natuurlijk een oproep geplaatst. Hè, dat we dit vanochtend gingen doen. Hele hoop vragen en reacties voor u binnengekomen. Meer dan 600. Niet allemaal louter positief. Laten we eens even beginnen met één, ook een beetje in het kader van we nemen alles mee of we filteren uiteraard, het is allemaal niet, niet allemaal serieus. Eet u uw Turkse pizza met of zonder rode saus? Ja. Met hete rode saus. Met hete rode saus. Ik hou wel van een beetje pittig. Was dat de eerste die je er nou uit had? Dat leek me wel goed, ja, om het een beetje makkelijk te beginnen. Die was van Jamie en chef die vraagt zich af hoeveel pakjes boter u in uw haar heeft. Geen boter, het is wax, maar dat is een klein beetje, dus niet heel erg veel. Het was, als je kijkt naar oude foto's van mij, dan was het wel echt veel te veel. Ja. Daar heb ik ook inmiddels van afgezien. Toen was uw haar ook wat langer. Toen was mijn haar ook wat langer. Je hebt zelf een spul erin. Ja, inderdaad. Ja, ik denk ik heb het gewoon gekopieerd. Het staat mooi natuurlijk. De Kuzu look. Nee, even dan een vraag. Of de Vincent look voor mij. Inderdaad, dus vooral nog steeds je vragen hier onder ons stellen. Dan een vraag gisteravond van Harmen. Waarom zegt u te verbinden, maar vervolgens wel een Kamerlid vergelijken met een massamoordenaar en hem uitmaken voor een kankergezwel? Dat is toch niet echt verbindend? Nee. Ik kan me voorstellen dat die vraag wordt gesteld. En ik denk dat het ook goed is om daar duidelijkheid over te geven. Kijk, wij zeggen ook heel nadrukkelijk dat de uitspraken van de heer Wilders ons doen denken aan de uitspraken die in de jaren 30 in Duitsland werden gedaan van de vorige eeuw. En dan gaat het over dat destijds het Jodendom werd gezien als een kwaadaardige ideologie. De Torah moest verboden worden, synagogen moesten gesloten worden. En op dit moment zien we in 2017 Geert Wilders de campagne ingaan met de-islamiseren. De islam is een kwaadaardige ideologie. Moskeeën moeten worden gesloten en de Koran moet worden verboden. En dat is, vinden wij, nogal een opmerkelijke parallel. Ja, dat zegt dus, u omdat u dat vindt en omdat u daar ook van overtuigd bent dat dat zo is? Of, we moeten natuurlijk voor waken. Worden. U bent zich bewust van de draagwijdte van die uitspraak? Zeker, we moeten er natuurlijk voor waken dat we nooit in de situatie komen over een aantal jaar zoals dat is gebeurd in de vorige eeuw in Duitsland. Daar moeten we voor waken, met z'n allen. En daar hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid in. En wat in de jaren 30 in Duitsland fout ging, was dat het probleem werd onderschat. Ja. En wij mogen dus nooit toestaan dat we het probleem onderschatten. Nou, zegt Geert Wilders, die zegt wij verwoorden de zorgen van heel veel Nederlanders. Als we naar de peilingen kijken, kunnen we zien dat hij kennelijk ook aanhang vindt. Ja. Begrijpt u die zorgen bij Nederlanders of vindt u dat echt verwerpelijk? Oh, kijk, dat er zorgen zijn, zorgen spelen breed over de samenleving. Zorgen zijn er natuurlijk al om. Ik vind het onterecht om de zorgen zo te formuleren dat onderbuikgevoelens daarmee gevoed worden. En ik zie, als we kijken naar de afgelopen 15, 20 jaar in het bijzonder, dat het een kant op gaat. Hè. Ik noem het wel eens de verrechtsing, verharding en verruwing van de samenleving en dat heeft natuurlijk ook zijn effect op de politiek. Constant, als je een aantal media erbij pakt, hè, zoals de Telegraaf, waarin krantenkoppen staan die
die onderbuik ook constant voeden. Waarin je een aantal uitspraken ziet van politici. Niet alleen Geert Wilders, maar ook onze minister-president die het heeft over doe normaal of ga weg. Dan weet je over welke groep Nederlanders hij het heeft. Maar waar deze vraag dan denk ik uit voortkomt is, u zegt willen verbinden, maar ja. Eigenlijk stelt u zich daar tegenover. U wilt het geluid aan de andere kant laten horen. Het is ook heel erg belangrijk als je wil verbinden dat degene die tegenover je staat ook verbonden wil worden. En op het moment dat je het vriendelijk vraagt, nog een keer uitlegt, nog een keer vriendelijk verzoekt. En je ziet dat het geen respons krijgt. En dat is al 12 jaar lang gebeurd in de Tweede Kamer met collega Wilders. Ja. Dan ben je tegen doofmansoor aan het praten. Ja. Dan moet je er dus eerst voor zorgen dat je boven dus overkomt. Dus u zegt, denk, zit nu in een fase, daarin willen we helemaal niet verbinden. Nee, we willen iets duidelijk maken. Dat zeg ik niet. Ik zeg dat wanneer je een boodschap hebt van verbinding, dat de partij die tegenover je staat ook ontvankelijk moet zijn voor die boodschap. En als dat niet het geval is, dan moet je er helaas jammer genoeg voor zorgen dat de boodschap wat kracht wordt bijgezet. Maar waar blijkt dan het verbinden uit? Nou, wat wij in ieder geval in 2 jaar tijd voor elkaar hebben gekregen is dat we heel veel mensen die hun vertrouwen waren kwijtgeraakt in de politiek en de democratische rechtsstaat weer een stem hebben gegeven op precies de plek waar het hoort, namelijk die Tweede Kamer. Heel veel politieke partijen die in het verleden aangaven het staat heel nadrukkelijk op de politieke agenda van een aantal politieke partijen. Ja. Dus we hebben er wel degelijk voor gezorgd dat er thema's die niet waren geagendeerd nu wel op de agenda staan. Maar dan verbindt u binnen uw eigen achterban die zich eerst misschien door de politiek in de steek gelaten. Wij zorgen ervoor dat heel veel mensen die zich niet meer thuis voelen, zich tweederangsburgers hebben gevoeld, weer een plek krijgen op precies de plek waar het hoort. Dan nogmaals even de oproep. Hè. Stel vooral de vragen hier onder ons. Er komen een hele hoop vragen binnen. Laten we daar zo meteen naartoe gaan. Want u heeft de primeur dat er binnen een kwartier iemand hier bij het raam staat. Die wil een vraag stellen, toch? U wil wel een vraag stellen, ja. Dus laten we naar buiten schakelen. En goedemorgen. Goedemorgen. Wat is uw vraag? Allereerst welkom in Nieuwsport, het huis van het vrije woord. Er is een initiatief om een dergelijk huis van het vrije woord voor de pers en het parlement op te zetten in Turkije. En mijn vraag aan u is, ondersteunt u dit initiatief? Heel makkelijk, ja. Ik ondersteun dat initiatief. Wat is uw relatie met Niels Poort? Pardon, even geluid gaat weer aan. Ja. Wat is uw relatie met Niels Poort? Ik ben lid van Niels Poort. Ja, en u vindt dat in Turkije ook een soort plek zou moeten krijgen? Ja, ik vind dat het ook een soort plek zou moeten krijgen in Turkije en in andere landen. Mijn vraag is, ondersteunt de Kamerlid initiatief? Zei hij. En hoe realistisch is het dat daar verschijnt? Of weet u dat het daar al is? Ik heb geen idee hoe realistisch het is. Kijk, laten we er ook wel over zijn. Wat is er gewoon persvrijheid in Turkije? Nou, niet in de mate zoals we die in Nederland kennen. Dat is een nee dus. Niet in de mate zoals we die in Nederland kennen. Maar het is persvrijheid of niet persvrijheid? Een soort van persvrijheid bestaat? Nee, maar het is volgens mij, sommige vragen zijn geen ja of nee. Want ik zeg ook wel eens in Nederland dat de vrijheid van pers ook niet mag betekenen dat je de vrijheid hebt om leugens te verspreiden. En dat zie ik ook in Nederland gebeuren. Ik zie dat een aantal mensen die zich journalist noemen dat ook bewust doen op die manier. Nieuws verspreiden die geen recht doet aan de werkelijkheid. Ja, maar dus, maakt u zich dan bijvoorbeeld, Turkije is toch uw vaderland. Maakt u zich zorgen over de persvrijheid daar? Of zegt u, daar is het juist beter? In Nederland zou het misschien iets meer beperkt moeten worden. Nee, zeker niet. Ik zeg niet dat het in Nederland beperkt moet worden. Ik vind wel dat we onder de noemer van de persvrijheid niet het liegen en het bedriegen mogen meenemen. En ik denk dat dat geen inknotting is van de persvrijheid. Zeker niet. Ja. Het is Maar soms zijn er media-uitingen die ook wat meer hun eigen mening natuurlijk hebben. Ja, maar dat is ook prima. Dat is ook prima. De vrijheid van meningsuiting is ook een belangrijk goed voor ons. Ja. Daar hebben we ook regels met elkaar voor afgesproken. Ja. Maar ik vind zeker wel dat het initiatief van waar meneer mee komt, dat steun verdient. Zeker weten. We gaan weer naar Facebook. Dank u wel. Hoop vragen komen er binnen. Rogier van den Berg vraagt zich af, waarom moeten studenten op u stemmen? Nou, wij zijn een partij die werk maakt van het afschaffen van het sociaal leenstelsel. We zien dat heel veel studenten, aankomende studenten, er niet meer voor kiezen om om zich in te schrijven op de hogeschool of op de universiteit. Daarmee komt de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderwijs voor mensen die met ouders met een laag inkomen, mensen met een migrantenachtergrond en mensen uit een aantal regio's in Nederland onder druk te staan. En
ons onderwijs moet toegankelijk zijn voor een ieder, onafhankelijk van de dikte van de portemonnee van je ouders. Ja, hoe was dat binnen de PvdA-fractie toen u daar nog zat en de PvdA-fractie heeft ingestemd met dit leenstelsel? Hoe ging dat daar achter de schermen aan toe? Er is een enorme discussie over geweest, kan ik jullie vertellen. En een van de voorwaarden die werd gesteld was dat het nooit mocht leiden tot een daling van het aantal inschrijvingen. Ja. En dat dat stevig gemonitord zou worden. Ja. Toen we zagen dat vorig jaar het aantal studenten enorm... Het eerste jaar ging het naar beneden en het tweede jaar ging het omhoog. En dat heeft alles te maken met het aantal inschrijvingen vanuit het buitenland. En zo worden die cijfers weggepoetst. Ja, dus u denkt, u hoort misschien ook uit uw eigen achterban dat dat... Het is wel degelijk een probleem. Om te gaan studeren. Als heel veel studenten aangeven dat ze zorgen hebben over de betaalbaarheid van de studie, dan vind ik het ook onterecht dat we een minister-president hebben die 8 jaar heeft gedaan over zijn studie en deze generatie studenten niet gunt dat ze gewoon een studie kunnen afmaken. Maar u bent er toch niet voor dat iedereen 8 jaar gaat studeren? Nee, maar ik vind het wel juist opvallend dat de minister-president die er 8 jaar over heeft gedaan zo rigide in deze maatregelen staat. Maar hij heeft er wel wat aan gehad. Het is een slimme man, toch? Het is een slimme man. We moeten komen echt heel veel vragen binnen. Kijk, Jesse Kruithoff die vraagt zich namelijk af. Beste meneer Kuzu, wat vindt u het belangrijkste punt dat in Nederland moet veranderen? Ik denk dat we in Nederland moeten gaan werken aan wederzijdse acceptatie. Nederland is veranderd ten opzichte van 50 jaar geleden. Nederland is nu anders. Nederland zal er over 50 jaar waarschijnlijk ook heel anders uitzien dan nu. Je ziet dat de sociaal-economische ontwikkelingen welvaart hebben gebracht, voorspoed hebben gebracht, technologische ontwikkelingen hebben vooruitgang gebracht en demografische ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat het straatbeeld in Nederland er anders uitziet. We hebben inmiddels te maken met een generatie van mensen met een migrantenachtergrond die hier is geboren en getogen. En dat zijn mensen die geaccepteerd moeten worden in de samenleving. En te vaak hoor je van mensen, van jongeren met een migrantenachtergrond, dat ze door heel veel hoepels moeten springen om geaccepteerd te worden. En dat ze eigenlijk die acceptatie niet voelen in Nederland. Nee, dat zie je ook aan de cijfers van het sociaal veel partijen hebben het over integratie. Ja. En die zeggen mensen die moeten zich aanpassen aan de Nederlandse identiteit. Daar bent u het niet mee eens? Ja, nou, er zitten hier twee dingen in. Dan hebben we het over de Nederlandse identiteit. Wat is de Nederlandse identiteit? Ja. Dat is één, kom ik zo op terug. En waar het gaat om het standpunt over integratie, zeggen wij mensen die hier al decennia lang wonen. Ja. En mensen die hier zijn geboren en getogen, die hier naar school zijn gegaan, die hier hun bijdrage leveren, die moet je niet verder willen integreren. Dat zijn mensen die geaccepteerd moeten worden in de samenleving binnen de kaders van de democratische rechtsstaat. Ook als ze bijvoorbeeld geen Nederlands spreken? Nou, mensen die hier zijn geboren en getogen en die hier naar school zijn gegaan, dat zijn die mensen spreken die, over het algemeen Nederlands. Die spreken de taal. Maar er zijn dus ook mensen die dat niet spreken, die hier ook al 40 jaar zijn. Jazeker. En dan moeten we gaan kijken naar de situatie van de persoon. Kijk, als we het hebben over de mensen die in de jaren 60 en 70 hier naartoe zijn gekomen. Dan moeten we met elkaar constateren dat we 50 jaar later mensen op 60, 70 of 80-jarige leeftijd niet meer de taal gaan bijbrengen. Dat is verloren energie en ik vind ook dat je ouderen daar niet mee mag opzadelen. Het tweede is, we hadden het net over de Nederlandse identiteit. De Nederlandse identiteit is niet eenvormig of eenduidig. De Nederlandse identiteit is de optelsom van de verschillende deelidentiteiten van 17 miljoen Nederlanders. En dat is een groot geheel. We hebben wel een gemeenschappelijke identiteit. En die gemeenschappelijke identiteit zit hem in het staatsburgerschap van het Koninkrijk der Nederlanden. En dat is hetgene wat we ook vaker met elkaar mogen benadrukken. Een vraag die hierop aanzet is van Marleen Minne, komt net binnen. Maar hoe gaat u dan de verschillende bevolkingsgroepen echt met elkaar verbinden? Ja, en dat is dus het stukje van de gemeenschappelijke identiteit. Wij mogen best met elkaar bevorderen dat we die gemeenschappelijke identiteit van het staatsburgerschap meer en nader met elkaar benadrukken. Wat je tegenwoordig ziet is dat mensen constant in hokjes en vakjes worden gestopt. Tegelijkertijd zeg maar door de politiek ook? Ook, en het gebeurt ook op straat. Hè. Uitspraken die hier in de Tweede Kamer worden gedaan, worden de volgende dag naar kinderen op schoolpleinen geroepen. Als de minister-president pleur oproept, dan krijg ik dat de volgende dag naar mijn hoofd geslingerd. Dan staat mijn mailbox vol met mails van allerlei mensen die dan aangeven van ja, zoals de minister-president zegt, hè, pleur maar op. Dat krijg je naar je hoofd geslingerd. Dus de Tweede Kamer moet echt een voorbeeld zijn voor de maatschappij in deze. Ik denk dat we van onze minister-president in het bijzonder mogen verwachten dat hij de minister-president is van alle Nederlanders. En niet met boodschappen gaat aankomen waarin hij zegt dat je normaal moet doen of moet. Normaal als u zegt dat hij, dan zegt u dat hij nu dus niet de minister-president van Nederland is. Dat heb ik in de afgelopen tijd niet zo gevoeld, nee.
En normaal doen is natuurlijk een relatief begrip. Ja. Relatief in de zin van, hè, precies na die uitspraken hadden we in de Tweede Kamer, dreigde er een motie van wantrouwen ingediend te worden tegen Art van der Steur. En ja. Rutte omhelste Art van der Steur. En wat gebeurde er vervolgens? De volgende dag zag je dat de VVD een campagneflyer had gemaakt met een arm om iemand heen slaan, heel normaal of niet normaal. En ik nam de proef op de som. Ik heb een aantal VVD-collega's, VVD-kamerleden, heb ik een arm om mij geslagen. En je zag dat het overgrote deel dat wel kon waarderen. Ze konden er wel om lachen. Er was één kamerlid bij die een klacht heeft ingediend bij het presidium, omdat ik hem had omhelst. En ik dacht van dat het juist de slogan was van de VVD om heel normaal, omdat dat heel normaal was. Ja, maar misschien omdat hij het idee had als Ton Elias, begrijp ik. Ja, dat klopt. Misschien had hij het idee dat u hem een beetje aan het provoceren was. Ja, maar het is toch heel normaal. Wat natuurlijk ook een klein beetje zo was. Heel normaal. Ja. Arm om iemand ik zie aan u over dat het zo was. Nou, provocerend was. Ik neem de proef op. En werd het ook gefilmd? Nee, het was in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Ik heb er geen beelden van terug kunnen vinden. Nee. Even heel iets anders. Sander de Breuk die vraagt zich af. Spreekt u zich ook uit voor rechten van homo's en transgenders in het openbaar? Zeker, want wij zeggen dat we alle vormen van haat moeten bestrijden. Gelijkwaardigheid is het speerpunt. En gelijkwaardigheid gaat over afkomst, gaat over religie, gaat over geaardheid, gaat over seksen, gaat over... in de meest brede zin van het woord, zeker weten. Oké. De vraag van Zeynep Gulnas. Meneer Kuzu, wat vindt u van politici die in Turkije vastzitten? Kijk, wat ik zie is dat... daar moet je zeker individueel naar kijken. Waar het om gaat is dat je ziet dat een aantal politici in Turkije, een aantal parlementariërs daar vastzitten en... Die worden beschuldigd. Naar aanleiding van de staatsgreep die daar Niet naar aanleiding van de staatsgreep, maar betrokkenheid met een terroristische organisatie. En dat gaat over de terroristische organisatie PKK in dit geval. En waar het om gaat is dat ik zeg dat in de rechtsstaat, zoals wij die voor ogen hebben, moet er ruimte zijn voor een eerlijk proces. En dat proces moet gevoerd worden. De rechtsgang moet bevorderd worden. Er komen heel veel vragen, ook gisteravond, over dit thema. Ja. Hoe u kijkt naar wat er het afgelopen half jaar, jaar in Turkije is gebeurd. Veroordeelt u de acties die daar momenteel gaande zijn? Hoe kijkt u naar het optreden van de heer Erdogan? Kijk, dat is dus altijd een van de dingen waar wij vaak vragen over krijgen. Snapt u dat niet? Ik denk dat het precies de uitdaging is waar Nederland voor staat. Dat we Kamerleden met een Turkse achtergrond niet constant gaan bevragen of verantwoording gaan laten afleggen over hetgene wat er in Turkije gebeurt. Ik heb volgens mij nu een aantal... Want u heeft er eigenlijk niks mee te maken. Nou, ik heb nu een aantal vragen gehad. Ja. Ik zie ook heel veel vragen voorbij komen. En ze gaan voor het overgrote deel over Turkije. En wat wij hebben is een verkiezingsprogramma waarin wij 10 idealen hebben geschetst voor de Nederlandse samenleving. Voor Nederland. Het gaat over veiligheid, het gaat over de gezondheidszorg, het gaat over onderwijs, het gaat over duurzaamheid. En ik denk dat de missie van Denk is geslaagd. Ik denk dat de missie van Denk is geslaagd op het moment dat ik als Kamerlid of mijn collega als Kamerlid niet elke keer weer vragen hoeft te beantwoorden over hetgene wat er in Turkije gebeurt. Maar de vragen blijven denk ik ook anders. Ja. Maar de vragen blijven denk ik ook terugkomen omdat u daar eigenlijk nooit echt antwoord op geeft. Nee, maar dat is dus het punt van. Er is blijkbaar is het een multiple choice vraag. Het is of je veroordeelt het, je neemt er afstand van. Of je doet het niet, dan ben je een keertje genuanceerd. Is het ook weer niet goed. Nee, maar dat komt natuurlijk omdat u inderdaad die nuance die komt voort uit het feit dat u ook daar nog een soort band mee heeft. Ja, maar het is, wat ik zeg is dat ik trots ben op mijn Turkse achtergrond. Ik ben Nederlands Kamerlid, ik ben Nederlands volksvertegenwoordiger en ik ben denker. En wat je de laatste 2 jaar heel vaak hebt gezien... In de Tweede Kamer is de betichting van de lange arm van Ankara en dat soort onsmakelijke dingen. Ja, daar wordt u niet vrolijk van als dat gebeurt. Het is niet dat je... inmiddels doet het me weinig hoor, want we hebben ook een motie ingediend over het verbieden van de financiering van politieke partijen uit het buitenland. En wie zag je dat er tegen stemde? De VVD stemde tegen, het CDA stemde tegen en de partij die ons het meest beticht... Met onze loyaliteit. Ja. De PVV stemde tegen. En dan vraag je Want even voor de record. Denk krijgt geen geld uit het buitenland. Nee, wij zijn een politieke partij in Nederland. We worden deels gefinancierd door de wet financiering politieke partijen. We hebben inmiddels 4.200 leden die een contributie betalen. En daarmee doen we het.
Dan even een hele andere vraag. Roy Westerkamp, geachte heer Kuzu, hoe ziet uw droomcoalitie eruit en wat zou uw rol daarin zijn? Een droomcoalitie? Nou, ik, of denkt u van, denk is voorlopig niet toe aan een coalitie? Nee, maar daar moeten we ook heel reëel in zijn. Kijk, als of op alleen ons, heerschappij kan ook. Als op ons het beroep zou... ik denk dat dat niet gezond is, alleen heerschappij in Nederland. Als we het hebben over... als er een beroep op ons zou worden gedaan in het kader van regeringsverantwoordelijkheid, dan zouden we er niet voor weglopen. Maar tegelijkertijd, wij zijn een politieke partij die 2 jaar bestaat. We zijn er heel reëel in. We gaan voor de 5 zetels en daarmee gaan we een stevig signaal en een krachtig geluid in de Tweede Kamer laten horen. Als mensen uw partij willen plaatsen, welke partij staat er het dichtst bij u? Nou, ik begin even van ver af. Ik zie heel erg in de verte echt de PVV uiteraard. Ja. En dan zie je heel dicht bij de PVV zie je de VVD staan. Het CDA, de christelijke partijen, waarbij de ChristenUnie op een aantal sociale onderwerpen wel dicht bij ons staat. Nou, we hebben SP GroenLinks, D66, PvdA. PvdA staat eigenlijk dichtstbij, nou, maar dat is de partij waar u zelf bent uitgestapt. Nee, niet. Ik zie ze even, schaar ze even onder één noemer. Want als ik kijk naar programmatische overeenkomsten, dan zie ik met name GroenLinks, D66, SP dichter bij ons staan dan PvdA. Dat is een verwijt dat ook nog wel eens naar uw partij komt, of in uw richting, dat de partij... die misschien juist wel in Nederland voor verbinden gaat, en de PvdA. Hè? Is dat, dat u zich tegen de PvdA afzet, terwijl dat misschien uw grootste bondgenoot zou moeten zijn? Het is toch een misverstand dat de PvdA zich in de afgelopen jaren heeft ingezet om die verbinding te zoeken. Kijk, hoe kan je nou verbinden als je 87% van de Turks-Nederlandse jongeren en 82% van de Marokkaans-Nederlandse jongeren beticht van het mogelijk sympathiseren met IS? Hoe kan je verbinden in Nederland als je een deel van de islam voor integratie? Als je een deel van de islam wil verbieden? Hoe kan je dan met droge ogen beweren dat je dan voor die verbinding staat? Ja. Bent u verder van de PvdA afgekomen te staan nadat Lodewijk Asscher de partijleider is geworden? Ik denk dat de PvdA in de afgelopen 4 jaar enorm haar best heeft gedaan om van zichzelf af te komen staan. De Partij van de Arbeid is een sociaal-democratische partij, maar als we gaan kijken naar het reilen en zeilen van de afgelopen 4,5 jaar, dan zien we dat daar eigenlijk weinig van is terechtgekomen. Ja, ik zag net nog een vraag van Sinan Setinkaya. Wat gaat u doen voor de ouderenzorg in Nederland? Ja, dat is, wij zijn een politieke partij die meer dan 6 miljard euro investeert in de gezondheidszorg. Ongeveer 3 miljard daarvan zit in het afschaffen van het eigen risico. En wij formuleren voor de verpleeghuizen, de verzorgingshuizen, de ouderenzorg, formuleren we een behoorlijke ambitie waarbij we zeggen dat op elke 8 ouderen in een verpleeghuis er 2 gekwalificeerde zorgmedewerkers moeten zitten. En daarmee hebben wij de meest ambitieuze bezettingsgraad in de ouderenzorg. Ja, andere vragen gaan ook over uitspraken van u van vorige week. Dat had te maken met ouderen en zorg. Dat ging erover dat mensen met een niet-westerse achtergrond die hier wonen, misschien met een taalprobleem, dat artsen daarbij de stekker er sneller uittrekken. Ik ben al een week bezig met het nuanceren van die uitspraak. Dus ik maak graag van de gelegenheid gebruik om het nog een keer te doen. Dan weten mensen ook meteen dat u dat kunt nuanceren. Maar dat heb ik al de dag daarna al gedaan. Ja. Maar je ziet toch dat het beeld blijft hangen. Dus het is goed om dat te herhalen. Want het was een foute uitspraak, heeft u spijt van? Ik moet het zeker nuanceren, want het is nooit mijn bedoeling geweest. Heeft u er spijt van? Het is nooit mijn bedoeling geweest. Het is nooit mijn opzet geweest om artsen in Nederland te betichten dat dit met kwade opzet gebeurt. Ja. Wat mijn bedoeling is geweest om aan te geven dat er bij mensen die in de jaren 60 en 70 hier naartoe zijn gekomen, vanwege taalbarrières er sprake kan zijn van mindere kwaliteit van zorg. En dat dat er uiteindelijk ook toe kan leiden dat er vragen aan bod komen over leven en dood, die helaas bekocht moeten worden met dood in plaats van het leven. Ja, want dus u heeft het veel te stellig, u zei het veel te stellig eigenlijk. Dat klopt. Het is dus echt nooit mijn bedoeling geweest om artsen in Nederland te betichten van kwade opzet. Het klinkt als een excuus, maar het is niet meteen echt sorry, toch? Ik zie de afgelopen dagen heel vaak voorbij komen dat ik excuses moet aanbieden. Maar ik probeer heel nadrukkelijk aan te geven waar ik voor sta, wat de bedoeling is. Want u had het gevoel dat is ook lastig natuurlijk. Ja, voor politici meestal wel. Ja, vind ik wel. Maar
Ja, heeft u er voorbeelden van? Want u zei, u bent op straat geweest, u bent natuurlijk veel in het land. En ja. U zegt dit niet zomaar, neem ik aan. U had daar voorbeelden van. Ja, gaat u die nog uitwerken? Jazeker, dat ga ik ook nog uitwerken. Ik heb ook in de afgelopen dagen ook veel meer van deze berichten gekregen, waarbij mensen aangeven, ja, dit is mij overkomen. Dit is gebeurd. Maar als mensen is overkomen dat de stekker eruit is getrokken, ja, dan kunnen ze het niet meer navertellen. Nee, maar dan gaat het over familie en naasten. Oké, kijk. Dus... Ik wou even checken of het echt gebeurt. We gaan er zeker op terugkomen, dus we gaan het ook publiceren. Dan een vraag van Robin van den Bergen. Waarom zou ik als autochtone Nederlander op u moeten stemmen? Omdat het in het belang is van Nederland. Kijk, we hebben in Nederland te maken met een gemeenschappelijk belang. Dus het belang van Robin is mijn belang. En mijn belang is in het belang van Robin. Het is in het belang van ons allemaal. Robin was het. Oh, Robin, ja. Zeker, ja. Sorry, ja. Het is in het belang. Goed dat u oplet, ja, scherp. Ja, dankjewel. De dag is al lang voor Xander, ja. Het is in ons aller belang dat we iedereen in Nederland tot zijn of haar recht laten komen. We hebben in Nederland niet meer de luxe om ook maar enige vorm van talent te verkwisten. Toch als ik foto's zie of filmpjes van uw campagneactiviteiten, dan zie ik daar niet zoveel autochtone Nederlanders. Ja, op dit moment zit bij Radio 1 een van onze kandidaten, dat is Stefan van Baarle. De nummer 5 van onze lijst. Een talentvolle, ambitieuze jongen van 25 jaar oud, waar we zeker nog heel veel over zullen horen. Tegelijkertijd is het ook zo dat wij al vanaf het allereerste moment ons bewust zijn van het feit dat mensen met een migrantenachtergrond zich sneller aangetrokken voelen tot DENK. En wij schamen ons daar niet voor, want dit is precies de strijd die wij ook leveren. Dit zijn ook Nederlanders. Mensen met een migrantenachtergrond, of ze nou een Surinaamse achtergrond hebben, Marokkaanse achtergrond, Turkse achtergrond, Antilliaanse achtergrond, Afghaans, Pakistaans, dat maakt allemaal niet uit. We zijn allemaal Nederlanders en dat is hetgene waar wij ook heel erg mee bezig zijn. Dan nog een vraag die gisteravond binnenkwam van Marvin Engels. Wat denkt u over mensen zoals ik? Ik ben half Nederlands en half Marokkaans. Die denken dat juist mensen zoals u en Wilders, dus allebei, de kloof tussen autochtoon en allochtoon alleen maar vergroten. Ja, dat is de welbekende polarisatie-kwestie. Kijk, wat je in de politiek in Nederland ziet, is dat 15 jaar lang er uitspraken worden gedaan waardoor steeds meer mensen zich in de verdrukking voelen. Dan weer is het minder Marokkanen. Dan weer is het over de islam. Dan gaat het weer over de islam. Dan gaat het weer over moslims. Dan gaat het weer over Surinamers. Dan weer over Turken. En dan zien we dat constant 15 jaar lang structureel is gebeurd. Dus Marvin die voelt zich in de verdrukking eigenlijk? Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg dat het over mensen gaat. En het is aan Marvin zelf om te beoordelen of hij dat wel of niet meemaakt. Waar het vervolgens om gaat is dat wij zien dat die polarisatie volop bezig is. DENK is niet de oorzaak, maar het gevolg van die polarisatie. En de polarisatie zien we eigenlijk ook wereldwijd. We zien het in de Verenigde Staten, we zien het in België, we zien het in Frankrijk, we zien het in Duitsland. Dan vraag ik me af, zijn wij daar ook verantwoordelijk voor? Nou ja, maar u doet er niet aan mee. Nee, ik doe niet mee aan de polarisatie. Wat wij doen is dat wij juist gevoelens en emoties van mensen die zich niet vertegenwoordigd voelden, kanaliseren naar de plek waar het hoort. Dat is democratie. Dat is de meerzijdigheid van de manier waarop wij onze democratische rechtsstaat hebben ingericht. Okay. Een ander onderwerp. Europa. Karim El Ghebali die vraagt, in het verkiezingsprogramma staat dat DENK minder Brussel wil. En meer Europa. Er staat ook dat de vluchtelingencrisis bijvoorbeeld moet worden opgelost door meer Europa. Ja. Dat vindt hij kennelijk ingewikkeld. Ja. En dat is het misschien ook. Ik ga het uitleggen. Want wat je ziet is dat de Europese Unie zich bezighoudt met de kleine onderwerpen, terwijl de Europese Unie zich juist zou moeten bezighouden met de grote onderwerpen. Je ziet in Brussel een enorme moloch aan bureaucratie. Tijdens mijn studie kreeg ik het voorbeeld te horen van een van mijn hoogleraren over dat er in Brussel 10 jaar lang werd gediscussieerd en gelobbyd over de ideale kroningsgraad van een komkommer. Ja. 10 jaar lang werd daar beleid opgevoerd en er werden allerlei ideeën over bedacht. Terwijl je ziet dat Europa voor een grote uitdaging staat waar het gaat om het vluchtelingendrama. 2015 was dat natuurlijk immens. 2016 en 2017 zie je dat de cijfers dalen. Maar een van de grootste uitdagingen van Europa op dit moment is het oprukkend xenofobisch nationalisme. We zien het in Nederland,
We zien het in België, we zien het in Frankrijk, we zien het in Duitsland, we zien het in Oostenrijk. Ik denk dat de Europese Unie ook gezamenlijk aan de gang moet gaan om ervoor te zorgen dat dat xenofobisch nationalisme bestreden gaat worden. Dus voor Europa, maar een ander Europa. Een ander Europa. Die wel bijvoorbeeld de vluchtelingenstroom samen tegen moet houden? Of? Over de grote uitdagingen waar wij als continent voor staan. En een van die grote uitdagingen is ook het stimuleren en het bevorderen van de economie. Ja, hoe staat Denk daar trouwens in? Wilt u onbeperkt vluchtelingen opnemen? Of hoe moet Nederland daar naar kijken? Nou, ik denk dat het in de eerste plaats begint met kritisch naar jezelf kijken waar het gaat om je rol in de internationale gemeenschap. Wij zeggen ook bijvoorbeeld dat we meer moeten gaan investeren in ontwikkelingssamenwerking en er niet voor moeten zorgen dat Afrika wordt leeggeroofd van grondstoffen, waardoor de lokale bevolking daar de gang gaat maken om naar Europa te komen voor een betere toekomst. Dat is begrijpelijk. Het tweede, het zijn vier punten trouwens, ik ga heel snel doorheen. Ja, het tweede is opvang in de regio, daar moeten we meer geld in investeren. Een eerlijke spreiding over Europa, dus landen die zeggen we gaan geen vluchtelingen oppakken, die moeten daarop aanspreken en sanctioneren. En een eerlijke spreiding over Nederland. Over die grondstoffen. Precies. Toen dacht ik aan die vraag. Dat dacht je daar gewoon aan. Ja. Ja, dan laten we dat ook gewoon doen. En dan denk ik ook als laatste vraag. Want we zijn al bijna aan de tijd inderdaad. Bezig. Jasper die vraagt zich namelijk af. Waarom is Kuzu als enige politieke partij vindt dat dus de gaswinning omhoog moet in Groningen? Nou, verschillende experts hebben tijdens de hoorzitting daar ook hun mening over gegeven. Als je op dit moment minder gas zou gaan winnen, dan zeggen experts ook dat de schijnveiligheid, want de bevingen zullen blijven. Ja. Wat wij zeggen is dat we de baten van de gasopbrengsten ook moeten laten terechtkomen in Groningen zelf. En daar hoor je heel veel Groningers ook over klagen. Groningen is decennia lang leeggepompt. Maar we hebben er weinig van teruggezien. En wij zeggen dus, zorg ervoor dat mensen die uitgekocht willen worden, royaal uitgekocht kunnen worden. En je ziet dat heel veel mensen dan ook bereid zijn om risicogebieden, bevingsgebieden, de ergste risicogebieden te verlaten. Ja. Ruimhartig uitkopen, dus niet bijvoorbeeld tegen de woningwaarde na de schade, maar de woningwaarde voor de schade en dan ruimhartig. Maar u zegt, u hoort Groningers erover spreken. Heeft u die ook echt gesproken? Bent u daar geweest? Want met dit standpunt kom je volgens mij Groningen niet binnen. Nou, dat is wel, dat valt echt reuze mee. Ik ben in Groningen geweest, in Hoge Zand Sappermeer geweest, in Delfzijl geweest, in Veenland geweest. Het is geen populair standpunt. We gaan meer gas winnen. Het is geen populair standpunt. Maar op het moment dat je uitlegt dat je de baten wil laten terugkomen in Groningen bij de mensen die er jarenlang onder hebben geleden, dan zie je toch een aantal ogen fonkelen. Ja, sommige mensen denken ook van Denk heeft daar geen potentiële achterban in Groningen, dus die halen daar het geld maar vandaan. Vergis je niet hoeveel stemmen we gaan halen uit Groningen. Dus Hoge Zand, Sappermeer, Veendam, Delfzijl. Maar toch geen groot verkiezingssucces voor Denk dankzij dit standpunt in Groningen? Laten we daar ook reëel over zijn. Ik verwacht niet dat het overgrote deel van de Groningers op ons gaat stemmen. Nee. Maar het is wel zo, wanneer we het uitleggen wat wij willen, wanneer wij zeggen dat we Groningers ruimhartig en royaal vrijwillig willen uitkopen en de baten van het gas terug willen laten komen in Groningen, dan zie je dat daar heel veel begrip voor is. Jij hebt een plan hoe we naar het eind kunnen gaan. Inderdaad, zeker weten. Allerlaatste vraag die net binnenkomt van Karin. Dus iedereen moet verhuizen uit Groningen voor meer gas? Zeker niet. Wij zeggen niet dat we heel Groningen gaan evacueren, absoluut niet. Het gaat om risicogebieden. De ergste risicogebieden, dat zijn er een zestal in Groningen. Het is niet dat we de hele provincie gaan leegruimen. Op 16 maart heeft Denk hoeveel zetels? 5. Goed. 16 maart. Tellen duurt wat langer dit jaar. Ja. Nog 2 weken. Wat gaat u nog doen in die twee weken? Volop campagne voeren. En hoe ziet dat eruit veel bij op u? Straat. Veel op straat. Veel op straat. Voor zorgen dat we zichtbaar zijn in de straten, in de wijken, in de buurten. Even nog opvallend daarover. Nee, maandag hadden we daar u nog heel even in het ochtendjournaal. Dat u deelt gratis flyers uit. Ja. Ah, dat was het een bespreking of was het een grap? We waren op de markt en dan marktkooplui hoor je spreken over dat. Dat was de grap. En ik zie ook dat heel veel mensen daar zo verbitterd op reageren op Twitter. Het stond tussen aanhalingstekens volgens mij. Okay. Maar goed, we mogen toch wel ook een beetje met elkaar lachen. Zeker. Dat denk ik ook. Zullen we dat allemaal gaan doen, de rest van de campagne? Precies, laten we vooral met elkaar gaan lachen. Dank u wel, meneer Kuzu, voor uw aanwezigheid. Dank je wel. Morgen, dan gaan we even. Ja, wie is er morgen? Weet je het uit je hoofd? Ik denk dat jij het wel weet. Ja, je weet het niet.
Jawel, Tieme. Oh, Marianne Tieme van de Partij voor de Dieren. Die is hier morgen om 9:15. Vanavond is er op de NOS Facebookpagina al ruimte om de vragen aan haar te stellen. En morgen kan je haar ook zien vanaf een lange poot hier in Den Haag. Waar buiten helaas verder niemand is gekomen. Het ligt toch aan de vakantie en het weer, denk ik. Ik denk het ook. Of misschien, ik denk niet dat het aan meneer Koes is. We gaan voor 2 vragen morgen hier buiten. Dank weer voor het kijken en tot morgen 9:15. Fijne dag.